de koningin! Hoera! Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat is een heel Hare Majesteit de koningin. Hier is zinnig gebeurd. Je mag ons niet ophouden met plek. Majesteit, welkom. Majesteit. Nog een applausje. Leef de koning! Hoera! Majesteit. Dames en heren. Het schijnt een droom te zijn. Het schijnt een droom te zijn dat hier altijd op iedereen wordt heen gepraat. Maar misschien kunnen wij laten zien dat als de majesteit in Apeldoorn is, dat we dan even met elkaar luisteren. Maar we zijn heel hartelijk welkom in de Graaf van Vlaanderen. Alsjeblieft. Van harte welkom. Majesteit, Apeldoorn, een stad uit duizenden. Een stad die onder andere het kanaal heeft wat uw grootvader nog heeft aangelegd. Mijn grootvader, Hendrik. Ach, die arme man. Helemaal het kanaal gegaan. Nou, fantastisch. Ja, hij heeft het laten doen, maar het is, Apeldoorn is een beetje bekend om. Ja, zeker, zeker. Ik ken Apeldoorn natuurlijk heel goed. Hè. We logeren zo vaak. Ik kan het snel. Ja, want nu, ik logeer hier zo vaak bij mijn zusje. Ja, en haar man, Pieter. Zijn ons beiden bekend, majesteit. Over familie gesproken. Wij hebben vanochtend in de krant gelezen dat uw collega Karel Gustaaf tot zijn dood doorgaat. En de Queen van Engeland gaat ook maar door. Hoe denkt u erover? Nou, we zijn erg aan het brainstormen op het moment. Dat klinkt modern. Ja, ja, maar we zijn ook een modern koningshuis, dat weet ik toch. Wij zijn erg aan het brainstormen over de eventuele troonsopvolging, mijn abdicatie. Ik ben bezig met Jan Peter, ik heb een gesprek. Ja, eventueel een wetswijziging zit eraan te komen. Wacht even, nou gebeurt er heel veel. Wij spreken, wij houden altijd alles voor ons. Moet een stuk niet overtellen. Ja, we rommelen nooit. Maar wil het ook applicatie, wetswijziging? Ik wil eerst even weten, kunnen deze mensen werken? Kunnen we hun mond houden? Ja, toch? Ja! Daar zijn mensen bekend om. Die horen we niet, geen achterwacht, geen slammerij. Nooit. Wetswijze doen? Nou, ik zal een tipje van de sluier afleggen. Wij willen graag de vrouwelijke lijn voortzetten in de koninklijke. U denkt dan bij Alicia, Alexia of Amelia? Nou, dat duurt maar heel lang. Dat duurt maar heel lang. Nou, dat dacht ik niet echt aan. Nee, misschien dat u iemand uit het volk kunt vragen. Misschien dat u idee heeft. Elke vrouw zou dan eventueel koningin Beatrix op kunnen volgen, volgens u? Wat wil het volk? Wat wil het volk? Maxima hoor ik uit de zaal. Maxima forever, ja? Oh, ja, 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 ja. Ik zou u zeggen, ik ben bezig een boek te lezen over Maxima. Ik heb je hoofdstuk 3, dus ik kan er nog niet helemaal mee oordeel over uitspreken. Maar de gedachte gaat in die richting. Maar mooi te nou, bij hoofdstuk 3 gebeurt er nog niks hoor. Dus het wordt daarna pas spannend, want ik heb het al uit. Maar heeft u nu gezegd dat u de inhoud van het boek meeneemt in de eventuele wetswijziging? Ja, dat heb ik gezegd.
Heeft u goed gehoord, meneer Vergeer? En over twee weken komt u hier echt naar Apeldoorn. Wij zijn natuurlijk heel trots. Maar dat betekent een majesteit. Even een warmte. Oké. Majesteit, ja, sorry. Nou, we waren even bij voor over twee weken. Komt u? Gaat u dan echt officieel uw abdicatie aankondigen? En wat doet u dan met Willem-Alexander? Nou, zoals ik al zei, ik moet alleen binnenskamers blijven, want Willem ben ik nog verliest. Dat zou ik ook zo houden. Maar in ieder geval, over twee weken gaat u in de stad discussiëren. Wij zijn zeer vereerd. En ik heb het vreemd dat u vandaag. Op uw vakantiepaleis, het Loo, 7 keer 2 kaartjes geeft om mensen aan mensen hier die bij u getekend komen. Dat is helemaal correct. En als het goed is, hebben ze. Is er net een rondje bittere ballen geweest? Ja. Klopt dat? Klopt dat? Nee. Kom met de ballen. Nee, ik zie daar niet. Het gaat om de vlaggetjes. Sommigen hebben een kruisje. En dat staat voor 2 kaarten om naar u te komen op reis het Loo. Maar nu wil ik ook toch even Freule. Het is Freule Robberswaal tot stoepleven. Ja. Zeer achterste hok. Die in haar schaarse realiteit op zolder wat zit te knutselen. En die heeft iets heel bijzonders gemaakt, een bijzonder bijzoek. En nu mag zij even.